Een spannende dag voor kinderen in Rotterdam, want in een grote schouwburg waren hun eigen films te zien. De films hadden de finale gehaald van een wedstrijd waar bijna 1000 leerlingen van verschillende scholen in Nederland aan meededen. Hollywood in de klas heet het. En voor zo'n speciale gelegenheid trek je natuurlijk je mooiste kleren aan. De kinderen hebben alles aan de film zelf bedacht en gemaakt. En ze spelen ook nog de hoofdrollen. Ik heb pijn aan mijn hart gekregen. Hoezo? Zo spannend is het. We zijn hier nog eens, want we weten niet echt of we gaan winnen of niet. We hopen wel dat we een kans maken, maar als we niet een kans maken, dan maakt het niet uit. We zijn wel blij dat we mee mochten doen. Voor de kinderen van de regenboog uit Rotterdam is het extra spannend. Zij doen met 2 films mee aan de finale. Omdat Michael Jackson dood is gegaan en vond iedereen heel erg. En toen gingen we dit allemaal verzinnen. Ik ben Giel Jasjes, Leon Blackstep. De kinderen waren zeer verbaasd. Wat een vreemde meester was dat? Hun hebben het over Michael Jackson en wij hebben het over talenten. Een professionele jury van acteurs en schrijvers bekijkt de films. Ze zijn erg onder de indruk. Ik was verrast door een meisje, het popcornmeisje noemen we dat. En dat was in een filmpje over Hollywood. En ze verloor zichzelf helemaal in de shots. Ze was aan het huilen en met popcorn aan het gooien. En dat is het belangrijkste. Je moet lef kunnen tonen. En zij had echt enorm veel lef. Voetbal. En al die onzin. Nutteloze dingen. Een film maken doe je natuurlijk niet zomaar. Dat moet je leren. De kinderen kregen op school les van een professionele filmmaker. Dat je niet probeert in de camera te kijken. Het belangrijkste. Dat je het probeert om in één keer goed te doen. Je moet wel veel opletten. Je moet steeds stoppen, maar het is een hele leuke ding te doen. Uiteindelijk gingen 13 films door naar de finale. Daar waren 5 prijzen te verdelen. De regenboog deed het goed. Ze wonnen er 2. Is het goed, hè? De regenboog er is. Zo leefde Michael Jackson nog jarenlang gelukkig in IJsselmonde. Wil je de films helemaal zien? Ga dan naar onze site, daar vind je een link.